We stien je familie bij Dokkumenij Sielen en na het rooiwetter en na de storm wie daar het licht van de zinnen en het blauw van de hemel. Het zegt nu dat wij toch nog een aantal buien krijgen. Dat zal dan joen en vannacht het geval zijn in ek vanmiddag. En daardoor hebben we dus joen en vannacht ek buien steen met koons op hagel en ek koons op tonger. Daarnaast ben er ek klopklerings en er komen ek droge momenten voor. De temperaturen daarbij zakken naar zijn 4 en 6 graden. En de wind is nog altijd zuidwestelijk ontwestelijk en die wordt matig onkrachtig betieden het in het watergebied. En dat is eigenlijk ook de verwachting van morgen. Morgen ik geregeld de zinnen erbij, maar zeker ook een aantal buien. Waarbij de kans is op hagel, soms ook tonger. Ja, en de temperatuur toch wat lager, een graad of zo'n 8 maximaal. En op nij die zuidwestelijke wind, matig onkrachtig en betieden het krijgt zo'n in het watergebied. Dan weer over het frietje voor de komende dagen. Dan hebben we tongens die een vreed rooiwetter op de programma stingen. En tongens is nog een dag waarbij de wien nog wel wat tafelt. Een graad of zon wordt het. En als we dan zeggen een vreed, een graad of zoiets, dan krijgen we ook nog eens de maatje komens op een storm of een zwierde storm zelfs. Waarbij de wien in het watergebied uit Helikin tot Sien boven. En dan draait hij in de rim van de dag naar het noordwesten te sneun. En sneun is dat alweer weer voorbij. Dan hebben we de maatje met buien. Ekel wordt een winters karakter met een temperatuur van zo'n 5 of 6 graden naar de budget, dat we dan wel eens wat weer te sneeuw krijgen. Hoe het verder uitpakt, daar morgen meer over. Nog een hoffelijke jong verder.